Ik ben vandaag met mijn razende reporter in Amsterdam. En wij gaan vandaag op zoek naar twee cafés om te kijken of zij nog steeds rookvrij zijn. En als het zo is, gaan we eens eventjes kijken hoe ze dat naleven. En belonen. Met wat? Ja, precies. Een hele mooie sticker. In Stanislavski wordt hier gerookt? Nee. Nee? Ik vind, we weten nu ondertussen dat 1 op de 3 mensen kanker krijgt en ook voor een heel groot deel veroorzaakt door het roken. Ik denk dat we toch wel een soort maatschappelijke verplichting hebben ook om daar aan mee te werken. Helemaal rookvrij. Alleen buiten mag gerookt worden. Dat doen we niet alleen voor de mensen die roken buiten, maar ook voor onze buren. Die vinden het niet fijn als al die peuken allemaal op de grond liggen. Dus dat gaat twee kanten op. We hebben een fantastische rookvrij Stanislavski. En ik denk dat wij dat ontzettend graag willen belonen met een hele mooie sticker. Dat is fijn. Dit is hem. Het nieuwe keurmerk. Top. Ja hoor, daar komt hij. Ook de Matzo is proud to be smoke free. Ik hoop samen met mijn razende reporter hier dat veel cafés en restaurants zullen volgen. Proud to be smoke free. En wat wij nu gaan doen is lekker naar binnen, want daar wordt niet gerookt.